houden in elke vijf minuten. Terwijl we hier liefst samen zijn. Zijn hoe lang? 8 mensen, 9 mensen gedood. Alleen voor het geloof van Jezus. Zoals het lief. Hou de dingen in gedachten. We weten gisteren, Peter leest vanochtend even iets op internet voor. Het was een gebedsmanifestatie of samenkomst. Ik vind het sowieso een nieuw ding, want alles komt samen, wacht iets uit. Wat je geloofsrichting is, als er maar Jezus is, dan is het wel goed en welkom. Want blijkbaar waren een paar honderd mensen die uit Elikant bij die plein samenkwamen. Maar Peter zegt, ze hebben gebedsbriefjes gepakt, met aarde uit alle districten, om het in de grond ingegroeid. Nu houden deze leiders de Surinaamse vlag. Wat betekent de vertegenwoordiging van Suriname? In de naam van Jezus! We gaan deze woorden symbolisch in dat grondgebied van Suriname. We gaan het symbolisch in dat grondgebied van Suriname zetten. Wanneer we het woord hebben geplant, gezet, gezaaid in dat grondgebied van Suriname, dan gaan we toevoegen zand van de verschillende districten. Dit zijn occulte praktijken. Nooit heeft Jezus gezegd, schrijf een gebedje op, graaf het in, bedek het met een bepaalde aarde. Nooit! Zo hier christen praktiseren occulte rituelen. Waar het vandaan komt, ik weet het niet, maar dit is gewoon, als je die witte priesters en alles kijkt, ze zijn ook constant bezig om dingen in te graven, om groen te zegenen en met allerlei dingen. Maar gaat gebedsbriefjes maken, en ik dacht op die onafhankelijkheidspleinen voor een gat maken, instoppen en aarde uit alle districten erbij gooien. Waar ze het vandaan hebben in de Bijbel, ik weet het niet. Maar het is occult tot en met. En dit noemt zich dan christenen. Dit noemt zich dan kinderen Gods. Maar ze halen wel de schrift aan, want ik heb ze vaak genoeg op internet geschreven. Blijkbaar is het irgendwo hangen gebleven. 2 Kronieken 7 vers 14. Mijn volk zich verontmoedigt. Alleen zijn niet zin, want ik zeg, het moet bij die leiders beginnen. Hun die vooraan staan. Hun die zich apostelen noemen, profeten noemen. Want ze aan begin juni hebben ze, want je moet je registreren, en je moet, ik weet niet, betalen, en dan zijn 4 of 5 van die apostelen en profeten hier, een wat apostolische of apostel- en profetische bediening. 4 dagen lang achter elkaar, dacht ik, in de stad, bij Briebis. Wat een onzin. Hätten die mensen toen niet belogen een jaar terug voor de verkiezing? Hätten die waarheid gesproken wat God gezegd heeft? Dan deed het misschien nu anders uitzien. Maar nu is het helemaal een chaos en een ellende en is pas het begin. En nu roept iedereen. Ja God, u moet me helpen. God, u moet me stampen op de grond en Suriname schudden. Nou, God is geen puppeteer. Sometimes we don't want to do things, but we do them anyhow. The puppet church, ja? Je kan met God geen spelletjes maken. Je wil die rotse hebben. Nou, als God zegt, dan krijg je die rotse, klaar. God is een heilige God. Een God die te vrezen is. Een God waar we met eerbied tegenover moeten komen. En niet spelletjes spelen. In Matthäus 24... Weet je, als je op dit moment in nieuws volgt, en al een tijdje, maar het lijkt intenser te worden. Matthäus 24 spreekt Jezus zelf over de tekenen van zijn terugkomst. En weet je dat ze nu in Europa rekenen dat Zika massaal opkomt dagen? In Afrikaanse landen hebben we gele koorts en men is krampachtig aan uitzoeken, want het sterven honderden mensen dort al. En die mug die Zika en chikungunya en alles verspreidt, is diezelfde mug die gele koorts verspreidt.
So ze zeggen nu al, er moet een vaccinatieprogramma gemaakt worden voor miljoenen mensen. Want het gaat zich vreselijk uitbreiden. Hier in Matthäus 24, de Heer zegt, hij spreekt van ziektes, van pestilenzen. Ik kom zo gelijk, ik ga met vers 3 beginnen. Want hier in vers 3 zie je, Jezus was op de Olijfberg gezeten. Zo niet in een grote tempel, niet in een geweldig gebouw. Hij zat op de Olijfberg. En de discipels kwamen tot hem alleen. En zeiden de Heer, zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zullen het teken zijn van uw toekomst? En van de volleinding der wereld? Zo de discipels waren net zoals wij vandaag nieuwsgierig. Wanneer gaat het einde komen? Wat zullen die tekenen zijn? Zo, Jezus zit gewoon op een bergje, hij zit op een heuvel en hij begint te spreken. Hij zegt, let op dat jou niemand verleidt. Zo, Jezus, het eerste wat hij doet, hij waarschuwt, hij zegt, let goed op. En vandaag die dag zijn duizenden en tienduizenden en honderdduizenden misleid, terwijl ze in kerken zitten. Misleid, vreselijk misleid. En hier zegt, vele komen onder mijn naam zeggen, ik ben de Christus, en zo'n vele verleiden. En wij zien het, dit land stikt van apostelen. Zij komen en zeggen, ik ben de gezalfde, want dit betekent Christus. Ik ben de gezalfde, ik ben diejenige gezonden. En ze zullen velen verleiden. Gij zult horen van oorlogen. En geruchten van oorlogen. Zie toe, het wordt niet verschrikt, want die dingen moeten gebeuren. Maar nog is het einde niet. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk in het andere koninkrijk. Hongersnood, pestilenzen, aardbevingen in verschillende plaatsen. Zo, hier lees je. Volk in volk zal opstaan. Als je kijkt nu naar Brazilië, maar heeft een president even afgezet. Dat zijn verschrikkelijke, nog niet moordpartijen, maar het gaat vreselijk rond. Mensen gaan natuurlijk demonstreren. De politie gebruikt wapengeweld en alles. En honderden mensen worden opgepakt. Kijk naar Venezuela. Kijk in delen van Afrika. Het zijn niet bouten, legers van bouten af. Het volk in het volk staat plotseling met elkaar op om te vechten. Die een zijn voor die en die ander zijn voor die. En dan gaat elkander te lijf. Volk in volk staat er op. En het wordt steeds erger. Weet je, de antichrist doet zijn best en zijn werk. Om het allemaal bij elkaar te brengen. En christen slapen. Hongersnoden. Wij zien hier het leven wordt duur. Als je een jaar terug aan 1000 SED verdiend hebt. Dan heb je nu nog minder dan 500 aan waarde. Dat betekent je kan nog niet eens de helft meer kopen. En dan spreek je alleen van eten. Ik had laatst gehoord, je kinderen krijgen alleen nog rijst met een beetje suikerwater erbij. Daar is niets meer. Kijk, daar zijn gelukkig een paar rijke mensen. Maar dat zijn al een groot deel. Die het eten niet meer kon ophoesten. Zo hongersnood. Niet alleen in Afrika, niet alleen in India of waar. Het komt hier ook. Ook in Europa gaan dingen zijn. Laatst was, ik dacht, 400.000 kinderen die onder de armoedgrens leven. Kijk, als je hoort wat ze verdienen, zou je zeggen, nou, als we dit hier hebben, dan hebben we een gigantisch inkomen. Maar dort zijn de kosten verhoger. Je kan het niet vergelijken. Zo, de Heer spreekt die dingen die allemaal gebeuren. En hij zegt, dit is alleen het begin van die smarten. Je zegt, dit is het begin. En ze zullen je overleven en verdrukken en zullen je doden. Wat ik jou net gezegd
gezegd heb. 100.000 christenen die elk jaar gedood worden voor de naam van Jezus. Thousands maimed and murdered by Muslims. The Christian bishops ordered all churches to ring their bells to warn the residents to flee, and the exodus began. It is estimated that 200,000 Assyrians have fled the Nineveh plain. Australian Khaled Sharif's path from Sydney to ISIS. For weeks, Australians have been aghast at the stream of gory images uploaded by two of their countrymen fighting for the Islamic State in Syria and Iraq. But it's this photo that Khaled Sharif posted on Twitter of his son hoisting the decapitated head of a Syrian soldier, which has raised the greatest outcry. Nareen, I think we need to explain to the world exactly what's going on here. 95% of Christians have been kicked out of their homes, told to convert or die. Now they're doing what to children? They will cut off a child's head with a small knife slowly, because they believe in these old tactics. But the marking on the homes of Christians with the N, which is for Nazarene, a Christian, this is a Holocaust. They're being beheaded, their heads are being stuffed with wires, and they're hanging them on fences. I mean, the worst things you can imagine, worse than a horror film. This is a full-blown genocide. Men are being massacred, women are being raped, and children are being beheaded. We have 400,000 Christians that are displaced from their homes. They're dying from thirst, from hunger. They're beheading children and putting their heads on a stick to incite fear into the hearts of everybody. These are the most horrific atrocities that the world has ever seen. A Christian Holocaust lays within our midst. Elk 7 minuten ein iemand. Hier staat, je zullen je doden, je zullen gehaat worden van alle volken om mijn naams wil. Nou, ik zie hier al die grote dames en heren die er vooraan staan en niet gehaat worden. Ze zijn niet gehaat, ze zijn geliefd, ze hebben grote pakken vol met mensen. Ze zijn geëerd, ze worden op een protest gedragen. Maar hier de Heer zegt, ze zullen je haten om mijn naams wil. Je zal gedood worden, je zal vervolgd worden om mijn naams wil. Dit is een andere boodschap als wat vandaag in de kerken gesproken wordt. Jezus waarschuwt ons, dit gaat er gebeuren aan het einde. Vers 11 opnieuw. Vele valse profeten zullen opstaan en velen verleiden. Zo Jezus spreekt en zegt, kijk, dit zijn die tekenen. En je kan zeggen, ja, maar er waren altijd foute profeten, er waren altijd misleiders. Ja, maar nu is het zo massaal. Het is zo massaal geworden. Het zijn niet een enkel iemand meer, maar het is die grote massa. Vers 35. Want ik wil iets anders spreken vanochtend. Vers 35 verder. En kijk hier waar, of hier... geeft de Heer belofte. Hij zegt, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Hij belooft ons, hij waakt over zijn woord. Zo die Bijbel die we hier nog hebben, oude King James, oude Statenvertalingen. De Heer heeft gezegd, hemel en aarde gaat voorbij, maar niet mijn woord. Terwijl Satan bezig is met al die dwaalvertalingen, met al die leugensvertalingen. God waakt over zijn woord, dat het nou immer beschikbaar is.